Goedemiddag, Halbert van Ammer spreekt met Peter. Yo, goeiedag, Peter, goeiedag, u spreekt met Bronkhorst, u spreekt daar maar ook, goeiedag. Ja, meneer, moet u eens even luisteren, ik heb begrepen van een vriend van mij dat u ook spulletjes heeft, zeg maar, voor een auto, zeg maar, hè. Voor de onderdelen, en, nou ja, onderdelen, dingetjes om en om de auto toe, zeg maar. Van die, ja. van die velgen en zo allemaal. Ja. Ja. Verkoopt u toevallig ook, ik heb zo'n, met mijn vrouw hebben bij zo'n 45 kilometer autootje zo'n sportmodelletje, zeg maar, zo'n rode. En verkoopt u ook van die fietsdragers? Ja, waarop een 45 kilometer autootje? Ja, daar heb ik, zeg maar, dat heb ik, een vriend van mij heeft daar zo'n ding aan gelast, zo'n tarrekwaak, zeg maar. Daar mag ik wel geen aanhanger achter hebben, maar zo'n fiets dragen, daar ben ik eigenlijk op naar zoek, zeg maar. Dat zou mogen, heb ik begrepen. Weet u daar iets van die regels? Oeh, dat weet ik niet. Dat weet u niet? Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Maar u verkoopt ze wel, zeg maar. Ik verkoop wel fietsdragers, jazeker. Bent u daar een beetje mee op? Hoe werkt zoiets, zeg maar, als ik zo'n fietsdrager erop doe? Maar wij hebben een tandem, die wil ik graag meenemen. Maar wij gaan naar Arnhem toe. Dan gaan wij fietsen, zeg maar, op die velden daar zo. En ja, dan moet ik even de fiets mee hebben, maar dat is een tandem. Die is, weet u ook zo af dat ook wat mag achter zo'n autootje? Een tandem? Dat willen we nog niet. Oh, maar die kan er toch in, zo in te was op, toch? Ja, ik weet niet hoe je dat wil doen, maar dat lijkt me geen goed idee. Nou, ik heb daar speciaal zo'n ding op laten, zeg maar. Die zit ook aan zo'n trekhaak, niet de hele trekhaak, zo'n bochtje met zo'n knop erop, zeg maar. Toen zeiden ze tegen mij, dan moet je even contact opnemen met Alfors. En daar hebben ze van die knijpding. Knijpers of zo, ja, die kun je zo op de trekhaak zetten. Of zo, kent u dat? Ja, zo'n schaadrager. Ja, zoiets. Het werkt een beetje als een schaadprincipe. Een schaap, zegt u? Als een schaap, nee. Schaar. Ik verstond schaap. Ik was even, en hoe kan ik dan die tandem daarop ophangen, zeg maar? Ja, ik denk dat een tandem achterop is. Dat is een beetje breed, hè? Valt mee, hoor. Ja, het is natuurlijk met auto, het is natuurlijk wat smal. Maar op zich, zo'n tandem is niet zo heel breed, geloof ik, hoor. Dat valt mee, toch? Nee, ik zie niet alle dagen een tandem, dus nee. Ik kan me wel voorstellen dat het een stuk langer is. Dus, ja, je zit twee fietsen achter elkaar, zeg maar, hè. Mijn vrouw zit meestal achterop, ja, dat luie kring, dat fietst dan wel niet, maar goed, die wil ik, zeg maar, op dat autootje hebben, zeg maar, hè. Ja. Maar kunnen jullie mij daarmee helpen, zeg maar, dat een beetje goed bevestigd wordt en dat ik daar zo mee naar Arnhem toe kan volgende week vrijdag? Als ik even met het autootje bij jullie in de winkel kom, zeg maar, dat jullie mij dat trim opzetten. In de winkel? Nou ja, of bij de winkel natuurlijk. In de winkel zal wel aanleggen, dat zal wel niet kunnen denken. Nee, maar ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat met een tandem wil doen. Ik wil daar geen verantwoording voor dragen. Maar. Er mag toch zo'n fiets mag toch dwars op zo'n ding zitten, toch, zeg maar. Nou, ik weet niet hoe dat in gedachten heeft, maar voor mij wil dat niet, hoor, met een tandem. Maar heb je dan niet van die anderen, zeg maar, waar je de wielen zo in kan zetten? Ja, maar die is ook niet zo breed. En als ik er twee op doe? Breed, hè? Ja, ik weet misschien. Ja, ik probeer ook maar een oplossing te... Wat blieft? Ik denk dat u beter een aanhanger kunt aanschaffen, als ik dat zo hoor. Ja, maar ik mag geen aanhanger achter dat 45 kilometer autootje. Nee, dat mag niet. Die trekhaak is daar ook niet geschikt voor, hè, maar daar kan alleen maar een fiets op. Maar als ik nou, zeg maar, twee van die fietsrekjes, dan koop ik er gewoon twee en dan aan elkaar zet, zeg maar, dat het wat breder wordt. Ja, maar dan mag u niet meer over de weg. Nee, maar ik mag ook, ik mag niet op de snelweg, hè. Ik moet op fietspad, hè. Ja, maar dat mag wel. Is erg breed. Ja, is wel wat breed, ja. Ik kan me niet voorstellen dat mag met een tandem. Wat is dan het advies misschien van u dat u zegt, nou, u kan beter dat zo doen? Nou, ik zal een kaartje in de trein kopen met fietsen bij, dan kunnen u de fietsen in de trein doen. Ja, maar ja, dat was niet, we hebben dat autootje natuurlijk. En als ik, sleepkabels, verkoopt u die ook? We verkopen wel sleepkabels, jawel. Ik kan natuurlijk ook een sleepkabel doen en mijn vrouw op die fiets zetten, dat is een andere oplossing, maar dat is maar een grapje natuurlijk, dat zou ik maar niet doen. Maar u kunt me daar niet even mee helpen, zeg maar, met die, dat lukt niet. Kijk, het
het is niet dat ik het niet wil, maar nee. het lijkt me niet vertrouwd. Nee, want het is natuurlijk raar als ze mij aanhouden en ik zeg dat hij het al voor is gedaan. Dat kan natuurlijk niet, zeg maar. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Maar het is een moeite niet waard om hem langs te komen, dat u toch probeert. Dan gooi ik de fiets in mijn auto. En dan heb ik later even proberen, zeg maar. Ja, nee, ik kan me niet voorstellen wat het wil. Nee. Onbegonnen. Oh, wee. Nou, in ieder geval bedankt voor de informatie. Ja, graag gedaan. Ik zal eens kijken of ik een andere oplossing heb dan. Ja, dat lijkt mij. De andere oplossing is er denk ik niet. Nee. Nou, in ieder geval bedankt, meneer. Oké. Ja hoor, dag hoor. Dag.